In deze video zal ik het hebben over cutscenes en of ze goed of slecht zijn. Dat allemaal na de intro. Ik heb in de vorige generatie consoles, en waarschijnlijk zal ik deze generatie ook wel weer een beetje zien, redelijk wat discussie gezien en gehoord rond het feit dat er steeds meer cutscenes worden gebruikt en dat games dus meer en meer op films gaan lijken. En dat is een gedachte waarmee ik akkoord ga. Maar er zijn dus veel mensen die dat negatief vinden, die met het argument komen van games moeten games blijven, games moeten draaien om gameplay en die cutscenes en filmelementen horen daar helemaal niet bij. En daar kan ik ze niet helemaal in volgen en dat is waar ik deze commentaarie over wil hebben. Hoe ik denk dat dit is ontstaan, ik denk dat dit al heel lang aan de gang is door middel van storylines. Ik denk dat dat door middel van het eerste Legend of Zelda al een beetje bezig was. Dat game developers meer en meer een verhaal wouden steken in hun spel. En de fans reageerden daar altijd zeer goed op in de beginjaren. Het is pas in recente jaren dat ik echt wel beginnen zien ben dat mensen er negatief beginnen op reageren. Dus ik denk dat dat zo een beetje ontstaan is. En dan vorige generatie en zelfs de generatie daarvoor met de PlayStation 2 generatie en zo. Komt erop neer, games de laatste 10 jaar zijn grafisch gezien op een punt gekomen waarop ze een geloofwaardig verhaal kunnen vertellen. Net zoals een film dat kan. En ik denk dat daar grotendeels het idee vandaan komt om er meer verhaal in te steken. Ik vind dat de evolutie van games, dat we meer naar storyline toe gaan. Ik vind dat een normale en heel natuurlijke overgang vanwege de betere graphics, de muziek die nu effectief echte muziek kan zijn in plaats van gewoon wat piepjes. Ik vind, nu de technologie er is, vind ik dat we er even gebruik van kunnen maken en ik vind het zeker niet storen wanneer juist uitgevoerd. Nu, ik zeg al wanneer juist uitgevoerd, dus je voelt me waarschijnlijk al komen. Er zijn bepaalde genres in gaming waar een goede storyline gewoon niet ingepast was of specifieke games waarin een goede storyline helemaal niet nodig was en waarvan ik dan liever iets heb van laat die storyline eruit en focus die op de gameplay in plaats van er een storyline proberen tussen te proppen waarvan het achteraf dan overduidelijk is dat de storyline totaal niet bij het spel past of dat het ronduit slecht is uitgevoerd en op die manier het spel een beetje besmeurt. Veel mensen komen met het argument dat als games meer en meer storyline beginnen te gebruiken en cutscenes, dat het net films worden. Games beginnen inderdaad elementen van films te gebruiken. Ik denk dat games zoals Heavy Rain en The Last of Us onlangs daar grote voorbeelden van zijn. Die gebruiken zeker wel veel elementen, maar in mijn gedacht en het gedacht van vele andere mensen doen games het beter als films en is het toch wel net weer iets anders en zal dat altijd zijn. Om de simpele reden, in games zit altijd een of andere gameplay verworven waardoor dat je echt veel meer een band schept met de karakters waarmee dat je speelt. En jij in veel games bepaalt jezelf ook al een beetje de uitkomst van het verhaal wat het apart zet van een film waarin je niks anders te doen hebt dan naar de film te kijken en te zien wat er gebeurt. Terwijl bij een spel controleert jij grotendeels wat er gebeurt en schept je ook veel meer een band met de karakters die je bestuurt en zo. Dus ik vind dat games altijd ergens wel iets apart zullen blijven. En op sommige punten vind ik zelfs dat games films een beetje aan het voorbijsteken zijn. Iets wat The Last of Us mij onlangs doet inzien heeft. Ja, ik ga The Last of Us nog heel matig laten vallen op dit kanaal, vrees ik. Iets wat dat spel mij doet inzien heeft, is iets wat veel andere games wel verkeerd deden, wat The Last of Us juist deed, was gameplay en cutscene moeten goed in elkaar
in elkaar gewoven worden. Wat ik veel zie in veel van de first-person shooters van deze dagen, is er is een cutscene, meestal niks speciaals in of zodanig overdramatisch dat het bijna grappig wordt. En dan kom je in gameplay en moet je exact hetzelfde doen als dat je daarvoor gedaan hebt, terwijl er zojuist een van je maten gestorven is ofzo. Met andere woorden, de cutscenes, of de storyline beter gezegd, hebben geen enkel effect op de gameplay die je speelt. Iets wat ik in The Last of Us wel heb gezien. De storyline had effect op de gameplay die je deed. En dat is iets wat ik heel veel games, vooral FPS games, verkeerd zie doen. Wat ik graag wel zou zien veranderen. Van probeer die gameplay en die cutscene op een of andere manier beter met elkaar te verbinden. Zonder er te veel quicktime events in te steken. Want dat is natuurlijk ook niet zo plezant als je op je gemak naar een scène zit te kijken, een cutscene. En dan ineens wordt je gebombardeerd. Maar druk zo. En daar kan ik dan wel in volgen dat dat ook wel weer verkeerd is. Maar ik denk dat het weer op hetzelfde neerkomt. Wanneer juist uitgevoerd zijn cutscenes goed. Zo mensen, ik hoop dat jullie van deze commentary genoten hebben. Op de achtergrond zagen jullie wat World of Tanks gameplay van een paar weken terug. Ik hoop dat je dat ook een beetje een interessante gameplay vond. En tot volgende week.